maar nu worden die mensen, die Bel-Chinezen, die worden van de tribune verwijderd. Hè? Ja. Zorg voor onrust en zo. Ja. Ik denk van, ja, wat die lui doen is toch niet crimineel? Nee, die bellen toch gewoon informatie door? Wat is daar mis mee? Dat denk ik ook, ja. We hebben heel veel mensen gevraagd om reacties. Ook matchfixing experts en mensen die goed in die gokwereld zitten. En die zeggen toch wel van, ja, in principe is er ook niks mis mee. Maar die mensen zitten daar om voorkennis te vergaren. Want, wat is er aan de hand? Een wedstrijd van Telstar wordt vaak niet live uitgezonden. Hè? Meestal zie je de samenvattingen. Ja. En je kan er wel overal op gokken. In Azië, noem maar op. Je bedoelt dat er wetkantoren zijn die niet op de hoogte zijn. En dus zij geven snel de uitslag door. En dan is het in het wetkantoor nog niet bekend. Ja. En dan zet je daar snel een weddenschap, terwijl je al weet dat je hem wint. Ja. Exact. En bellen is nou sneller dan die livestream. Ja, ja, als er een livestream is op internet, zit er vaak inderdaad een delay of zo. Ja, maar ik denk dan, handig eentje toch, of niet? Is dat crimineel? Nou ja, natuurlijk is het crimineel, want het is gewoon gokfraude. Ja, nou, je handelt met voorkennis. Ja, oké, maar wij denken wel bij Bel-Chinezen, er ontstaat altijd stress omdat mensen daar hele matchfixing syndicaten achter vermoeden. Terwijl dan gaat het om een beetje een paar seconden voorkennis, dan gaat het dan om. Als je een goksyndicaat oplicht, dan ben je wel weer dubbelhandig. Ja. Maar een paar seconden voorkennis, dat kan een miljoenen winst betekenen voor mensen die kwaadwillend zijn. En het kan ook een miljoenen catastrofe zijn, of een miljarden catastrofe zijn, voor gokbedrijven. Het ligt eraan wie maakt gebruik van de voorkennis. Zijn dat criminelen of zijn dat mensen die goedwillend zijn en namens bedrijven werken? Dat is de vraag en dat weet je gewoon niet. Guido, jij hebt ook een paar reacties gehad bij de KNVB. Laten we daar anders even eerst naar gaan kijken. Voor zover ik weet is er geen directe link of bewijs dat het met illegaal gokken te maken heeft of met illegale activiteiten. Dat is ooit wat we zelf bedacht hebben, hier bij ons intern ook, van nou, daar moeten we verder van blijven. Maar echt zwart op wit, echt keihard bewezen, is het naar mijn mening niet. En ik denk ook dat degene die door ons gevraagd wordt het stadion te verlaten, dat als die daar een zaak van maakt, dat wij die met vlag en wimpel verliezen. Het weren van Bel-Chinezen is een beetje symptoombestrijding. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een wedstrijd als van Ajax of Feyenoord, daarvan ligt de informatie ook rechtstreeks op tafel bij iedereen. En daar gaan boekmakers ook mee aan de slag. Dus in principe is het hetzelfde en zou je daarmee pleiten voor het bannen van dataverspreiding van binnen het stadion naar buiten. Als iemand zegt, nou, ik zit hier voor boekmaker die en die. Ja, dat kan je als club niet leuk vinden. Maar dan zeggen wij, weet je, zet zo iemand dan ergens op een plek in het stadion waar niemand er echt last van heeft. Je zou bijvoorbeeld aan een plek kunnen denken, vlakbij de perstribune. In ieder geval op een plek waar het niet gek is dat iemand continu of op zijn iPad zit, of aan het bellen is, of achter zijn laptop zit. Top. Goed idee.